Gaan we over naar gebouwen, meer bepaald naar duurzame gebouwen. Dat is ook iets wat Europa vraagt. Daar zit nog een gigantisch potentieel. Er zijn nog heel veel gebouwen die duurzaam moeten gemaakt worden. Maar hoe vind je nu de klanten, hoe vind je nu de gebouwen die moeten verduurzamen? Daarover wil Davy van de Meese van het studiebureau Core FM het met u over hebben. Davy van de Meese. Goedemorgen iedereen. Ik ben dus inderdaad Davy van de Meese en founder van Core FM. Wat doen wij? Wij zijn een onafhankelijk advies- en coördinatiebureau en wij streven naar een full service concept voor duurzame gebouwen. Nu, waarom duurzaamheid? 15 jaar terug ben ik begonnen, payroll carrière, 15 jaar lang internationaal managementfunctie. Gouden kooi, letterlijk, hè? Gouden kooi, goede verdiensten, een bedrijfswagen, alles, dit en dat. En dan de twee jonge dames hier op de foto, zijn ondertussen 6 en 4. Ze hebben twee dochters. Ze hebben een vraag. Nee, ze stellen nog geen vragen, maar ik wil voorbereid zijn op vragen die gaan komen. 15 jaar lang ervaring opgedaan, 15 jaar lange carrière. Waarom doe je daar iets mee? Waarom heb je zoveel jaren geleden terug, gewoon zoals velen, struisvogeleffect, met een kop in het zand, en daar niks mee doen? Ik wil die vraag krijgen, maar ik wil er ook kunnen op antwoorden. Ik wil kunnen zeggen van nee, ik heb er iets gedaan, ik heb iets geprobeerd, tenminste om er iets aan te doen, en mijn steentje proberen bij te dragen. Nu, wat doen wij precies? We zijn onafhankelijk advies, coördinatie en beheer doorheen de hele levenscyclus van het gebouw. Wat willen we daarmee bereiken? Een verduurzaming van uw gebouw, maar ook de omgeving rond. Hoe kunnen we dat realiseren? Met een ecosysteem van partners. En uiteraard, in dat systeem zitten wij met duurzaamheid en energetische renovatie-experten. Maar heel kort, hoe willen we dat aanpakken? De levenscyclus van het gebouw zien wij in 3 grote fases. De eerste fase is de pre-aankoop, de verwervingsfase. Misschien wel een van de belangrijkste, voordat je iets gaat kopen, iets gaat huren. Hoe duurzaam is dat pand? Welke wettelijke acties moeten wij gaan uitvoeren? Hoeveel gaat dat kosten vooral? Een schrijnend verhaal onlangs. Iemand gaat iets huren, geen probleem, huurt een kantoorpandje, alles loopt goed in de zomer, oh, het voelt toch al een beetje warm, het is precies nog niet zo hoog geïsoleerd, het begint nu wat kouder te worden, we hebben alle pulken nodig, nu moeten we verwarming gaan kopen, we hebben geen geld meer. Letterlijk geen geld meer. Mensen die letterlijk spullen van hun privatief moeten gaan verkopen om centen te hebben om dat pandje degelijk wat te gaan verwarmen. Het zijn voor mij schrijnende verhalen, maar de harde realiteit op deze moment. Hoe doen we dat? We doen dat door duurzaamheid en technische doorlichting te doen in die verwervingsfase. Nu, het is verworven, dat is goed. Moet er ook nog iets gaan gebeuren. We moeten actie gaan nemen. We willen practice what you preach. We willen niet enkel gewoon een proper advies gaan neerpoten. Nee, wij gaan dat ook waarmaken. Wij gaan dat coördineren, wij gaan dat ontzorgen. En we willen vooral zorgen dat dat juist gebeurt, die renovaties. Er zijn maar weinig momentums die er zijn en die willen we dan ook pakken. We kunnen verder ook nog inrichten van kantoren enzovoort. En de laatste fase is de beheerfase, misschien de meest belangrijke fase naar energieverbruik en CO2-productie is. Oké, het is allemaal netjes ontworpen, maar we moeten het ook nog dagelijks in realiteit gaan brengen. We moeten er ook nog elke dag mee werken, energie monitoren enzovoort. Nu, heel kort renoveren, misschien een vraag voor de groep. Wie heeft er ooit al verbouwd of laten verbouwen, omdat we het ervoor niet zelf gedaan hebben? Misschien niet. Zijn er mensen in de groep hier? Dat is wel redelijk wat. En dan de tweede vraag, meestal is dat grappig. Wie zal dat nog eens opnieuw doen? Terug opnieuw volledig hetzelfde. Dat is wel wat minder. Dat is wel heel positief, hè? Dat is goed. Vaak zie je dan van die horrorverhalen en goh, dit en dat. En mijn leven is 10 jaar korter geworden en mijn relatie is bijna. Mijn vrouw is er bijna vandoor. Allee, in die toestanden. Dus bij deze. Hè? Nu, even heel kort, een wettelijk kader. Hè. We spreken over de Green Deal, we hebben er al over gehoord. Maar aan de Green Deal is ook een Renovation Wave gelinkt. De Renovation Wave, door Europa bepaald, die zegt tegen 2050 moeten alle gebouwen koolstofneutraal zijn of een label A halen. Alle gebouwen, commercieel, appartement, huis, magazijn, whatever wat. Dus heel belangrijk om dat even mee te nemen. Nu, facts en figures vind ik wel heel belangrijk. Data, er staan hier redelijk wat cijfers op, maar ik wil gewoon eens een nood tonen van wat is de realiteit en wat is die doelstelling, wat is die nood naartoe. Op deze moment is ongeveer 6% van de residentiële gebouwen in België voldoet aan die norm, label A, 6%. Daar is geteld,
2022, 2050 en ongeveer nog 27 jaar te gaan. Dus wat maakt dat die 6%, ongeveer een 95, een 94% van die gebouwen moet nog gerenoveerd worden in de komende 20, 25 jaar. Maar bovenal, mensen die wat kennen van labels, je hebt het A+ label, is het beste, je hebt het F label, is het slechtste qua energie. 400.000 gebouwen op deze moment hebben nog steeds een label F. Dus daar zitten zowel huurders bij als eigenaars, maakt niet uit. Commercieel, ongeveer 250.000 gebouwen, die moeten nog gerenoveerd worden. En dat gaat van een nagelstudio in het dorp, tot een bakkerij, tot een groot kantoor van 100.000 vierkante meter, of magazijnen daartussen. Nu, 2023, om een keer te schetsen, oké, die percentage dat zegt veel, maar oké, wat zegt dat nu? Dat komt ongeveer alleen aan woningen al op 46.000 woningen energetisch renoveren. Laat me duidelijk zijn, het is niet enkel renoveren, het is energetisch renoveren per jaar. Het huidige volume zit op een paar duizend, denk ik, per jaar. Dus dan moet naar 46.000 gaan, is gigantisch. Maar bovenal, oké, het kost veel geld. Wat de vastgoedwaarde, het is heel moeilijk er iets over te zeggen. Nu, per toeval, hebben we deze week met het VK, dus de overheid, in contact geweest. En hebben zijn advies geformuleerd naar de stijging van vastgoedwaarde. En zij zeggen, als je ingrijpend energetisch renoveert, moet je rekening houden met een minimale stijging van 10% in je vastgoedwaarde. Doe het half en half en vijf. Nu, 10%. Hoort soms ook cijfers tot 20%. Ik durf er ook geen vasting op zetten, maar we spreken het over aanzienlijke prijsstijgingen. Dus nog eens waarom die gebouwen, gebouwen, iedereen is bezig over de landbouw en de stikstof en de problematiek en transport en we hebben van alles en vliegen en dergelijke, maar als we hier zien, het is van 2016, maar de cijfers zijn nog steeds relevant. We spreken hier over ongeveer de totale CO2-uitstoot van 35 megaton. 30% van het geheel. Dus op industrie na spreken we over gebouwen van de tweede grootste producent van CO2 in België. Concreet, er moet opgeschaald worden. Er is een dringende nood aan opschaling van die energetische renovaties en verduurzaming van die gebouwen. Maar hoe kan je ons nu gaan helpen? Daar hebben we drie zoekvragen in vastgelegd, of hulpvragen. De eerste is, zoals net gezegd, het is een momentum. Iedereen, sommige mensen renoveren is om de 20 jaar, onder de klassieke huur 9 jaar, bijvoorbeeld in een commercieel gebouw. Dat is niet elke dag dat mensen aan het renoveren zijn. Dus het is echt op de juiste moment op de juiste plaats te zijn. Maar hoe kunnen we weten welke mensen, bedrijven, plannen nu om energetisch te gaan renoveren, een gebouw te gaan verduurzamen? En vooral ervoor nog, niet als al bezig zijn, idealiter ervoor. Want dan moet dat masterplan opgemaakt worden, dan moeten we het gaan juist. Maar hoe kunnen we dat te weten komen? Twee, de grote bedrijven is allemaal kenbaar en de grote openbare organisaties, die weten we allemaal zijn. Want het zijn zoveel slagers om de hoek, bakkers, mensen met een klein handelspandje in een dorpscentrum, KMO's en vooral die kleine, die handelaars, maar ook die particulieren. Hoe kunnen die bereiken? Het is niet zo heel eenvoudig. Het is heel moeilijk om die te bereiken en die ook ergens te sensibiliseren en te overtuigen van de nood om in te grijpen. En misschien staat er niet op, wil ik daar nog aan toevoegen, is verhuurders. Verhuurders hebben volgens mij op deze moment een heel, heel grote impact op deze moment. Ze gaan nu met een index worden gecapt, dus ze gaan niet meer mogen indexeren zoals ervoor. Dat is een eerste ingreep. Maar ook daar, ze hebben een heel grote impact. En mijn laatste vraag, ecosysteem is superbelangrijk. Wij kunnen maar een deeltje van. Wij spreken over biodiversiteit, wij spreken over laadpalen, we spreken over buitenschillen, we spreken over technieken. Wij kunnen dat niet alleen. We hebben een ecosysteem van partners nodig die ons meenemen, die mee diezelfde drive hebben, die verduurzaming, die ons mee kunnen helpen in dat verhaal. Wie moeten wij zeker meenemen? We hebben er al een aantal. Ik ben heel benieuwd van wie zeggen jullie, die moeten zeker absoluut erbij nemen. Rest mij nog om jullie te bedanken. Hè. En ik denk inderdaad dat Planet niet alles of all of us to create change. Wij kunnen niet alles, wij kunnen maar een klein deeltje. Maar allemaal hebben we elkaar nodig. En dan kunnen jullie mij straks in zaal 3 terugvinden. Dank u wel.